Ik ben Iris Bakker, ik ben werkzaam als junior assistent accountant op de auditafdeling in Enschede. Ik ben Gerlinde Ooman, als assistent accountant op de samenstelafdeling. Ik ben Judith Nijhuis, ik ben werkzaam als junior salarisadministrateur op de werkgeversdesk in Almelo. Ja, leuk, je krijgt veel kans om bij klanten te komen. Eén dag ben ik werkzaam voor een eenmanszaak, volgende dag voor een controleplichtige klant. Ja, je hoort bij het team en we doen het samen en iedereen wordt erbij betrokken. Ja, ik vind ook dat de mensen hier heel erg behulpzaam zijn, heel collegiaal. Ik kom natuurlijk net vanuit mijn opleiding hier werken en Cruiserweepers is mijn eerste baan. En dan merk ik gewoon dat je heel veel ondersteuning krijgt om op te starten en dat je kennis krijgt van ja, de collega's die al ervaren zijn. Nou, ik wil doorgroeien naar de accountant binnen Cruiserweepers. Ik ben nu natuurlijk nog bezig met mijn opleiding tot registeraccountant. In de toekomst zou ik die graag behalen en ook registeraccountant willen worden binnen Cruiserweepers. Wat ik graag zou willen is doorgroeien naar junior salarisadviseur. In de toekomst daarna naar senior adviseur. Dus dat vind ik wel heel erg mooi. Je krijgt goed de mogelijkheid opleidingen te volgen. Bijvoorbeeld ik ga 4 dagen werken en op de vrijdag volg ik dan mijn studie. Ja, bij ons is dat net hetzelfde, ook in Almelo. We zijn met best wel veel jonge mensen gestart. En daar gaan we nu gezamenlijk ook binnenkort starten met een opleiding. En dan zorgt Cruiserweepers ook ervoor dat die opleiding intern kan worden gehouden. Dus dat, ja, er wordt heel veel aandacht besteed aan ontwikkeling van ja, de werknemers. Ja, de sfeer is heel goed, heel relaxed. Je kan altijd bij iemand binnenlopen als je diegene nodig hebt. En ook gewoon voor een gezellig praatje staat altijd de deur open. Maar ook naast het werken zelf, ook een vrij mibo of elke vrijdag een lumpia en teamuitjes en dat soort dingen. Dat maakt het ook wel dat je niet alleen maar samen aan het werk bent, maar dat je ook gewoon op een ander gebied met elkaar omgaat.